ik heb de zomer in mijn bal. Alle terrassen zijn weer vol. Ja, het is weer zomer in Nederland en dat betekent dat we langs gaan bij abonnees, bij mensen met een game room. Maar we gaan ook langs bij devs en daarom zijn we weer in Utrecht, want daar is de Dutch Game Garden. Hey Jeroen. Cheers. Alles goed? Kom binnen. Je bent nu PR manager? Ja, PR officer, om het zo maar te zeggen. Ja. En ja, dat is toch even een hele andere koek dan... Maar wat houdt het nou precies in dan, wat je doet? Ik probeer zoveel mogelijk perscontacten te leggen. Zoveel mogelijk aandacht te genereren voor de titel. Zoveel mogelijk pers te helpen als ze ergens mee zitten. Dingen voorbereiden, beurzen, dat soort zaken. Dus dat is mainly my capacity, zeg maar. Nou, neem ons even mee. Laat even zien wat er hier allemaal gebeurt. Ja, heel kort. Dit is zeg maar de CMS-afdeling. Dus dit is marketing, PR en community. Dit is development. Voornamelijk bezig met graphics, units bouwen, dat soort dingen. Maps, coding en dat soort zaken. Wat doe jij als werk? Ik ben onder andere environment artist en particle, en ik doe particle effects, dus ik maak explosies en zo. Stel je voor, jij wil een roze explosie maken. Ja. Stel je voor, er ontploft een roze olifant in het level. Nou, dan is hij dus nu roze. Wauw. Jij maakt de maps. Ja, dat klopt. Ik maak de maps. Alle level design, bijna alle level design, dat doe ik samen met iemand anders dan. En ja, we hebben een aantal game modes en heel veel verschillende omgevingen, dus er zijn heel veel maps die ik ga maken, ja. Ik heb op de HKU gezeten op de Kunstacademie en daar heb ik de design voor virtual theater en games gedaan. En uiteindelijk mijn master gevolgd en uiteindelijk heel artist geworden. Is dit je eerste baantje, zeg maar, in een echte game? Of? Nou, dit is wel mijn eerste baan in een game als deze. Ik heb hiervoor wel wat casual games gemaakt. Maar dit is wel de eerste baan met wat triple-A kwaliteit vereist. Is dat dan ook een droom van je die in vervulling is gegaan? Tijdens mijn studententijd was dit daadwerkelijk wel een droom voor mij. Ja. Maar nu niet meer. Nou ja, je mikt altijd hoger natuurlijk. Maar wat is dan nu je droom? Nou, zo goed mogelijk het samen met het bedrijf gewoon... de volgende Blizzard studio worden. Ik heb op de Hogeschool voor de Kunst Utrecht gezeten. 4 jaar game design development gedaan. En daarna een korte tijd niks kunnen vinden. Tenminste niet in de game industrie. Maar daarna ben ik hier een op sollicitatie gaan doen. En ben ik uitgenodigd om level design te gaan doen. Oké, gewoon omdat je goedkoop bent. In hoeverre sluit een opleiding in Nederland aan op het werk wat je hier doet? Opleidingen hier in Nederland worden meer, zou ik in ieder geval meer zien als platform waarop je jezelf kunt ontwikkelen. Je leert daar niet van scratch dingen maken voor games. Je leert daar vooral met mensen in contact komen waarmee je samen, zeg maar, je eigen skills kunt ontwikkelen. Heb je het idee dat scholen in Nederland een beetje aansluiten op dit werk? Ja, op zich vind ik wel dat... Er worden wel aansluitingen in die zin van je gaat games maken. Alleen de koppeling daarna, zeg maar, echt het insturen naar de game-industrie, dat vind ik een beetje matig. Het is echt, ik heb echt het idee dat je dit echt op jezelf is aangesteld om. Je wordt, zeg maar, als het ware in het diepe gegooid om meteen een baan te zoeken. En ik vind dat vanuit school wel wat meer resources daarvoor vrijheid mogen komen. Maar wil je ermee zeggen dat je eigenlijk ook even goed zonder opleiding hier aan de slag had kunnen zijn? Ja, eigenlijk wel. Als ik zelf de skills had ontwikkeld die ik nu heb, gewoon in vrije tijd en niet op school, dan had ik hier waarschijnlijk ook gewoon aan het werk kunnen komen. Dus ze vragen niet naar je diploma? Nee. Ik heb echt gemerkt, in de game industry is het gewoon echt skills ontwikkelen. Maakt niet uit of je het op je school doet of gewoon thuis. Dit diploma heb je echt niet nodig. Oké, okay, wat heb je nog meer? Je hebt ongetwijfeld nog wel iemand die iets awesomes doet. Ja.
Wanneer kwam jij op het idee van Mojo voor? Nou, eigenlijk zijn we met een designgroep waar we bezig geweest over hoe we na Marauders, hoe we een setup konden doen waarbij spelers veel meer met elkaar samen zouden spelen. Want Marauders is je voorgaande spel, ja. Dus we, daar was eigenlijk heel erg meer dat spelers zelf door een level heen gingen, door een experience. En nu wilden we echt een soort setup zetten waarop op een unieke manier spelers met elkaar in verband brachten. Dus dachten we van, nou, als we er een hele sociale laag omheen doen, als het ware een soort van Facebook of YouTube, als het ware een soort wat ik noem asynchrome social netwerk eromheen, dan is dat best cool. Maar wat een betere manier om dat te doen dan een soort wereldbol waarin iedereen elkaar gaat zitten aanvallen en dingen gaat zitten veroveren. Een soort van risk eigenlijk. Ja, en als je dan een battle uitspeelt, ga je dan in 3D ga je dus battelen. Wat is nu zeg maar het traject voor de komende tijd? Jullie blijven dingen maken, hè, voor Mojo voor. Ja. Nou, onze strategie, ik weet niet hoeveel Jeroen al uitgelegd heeft, maar onze strategie nog niks eigenlijk. Is eigenlijk dus episodisch uitbreiden. Dus heel erg episodisch uitbreiden. Dat willen we heel erg doen met mooie verhaallijnen, nieuwe units, echt de focus ergens op leggen en dan vervolgens de spelers spelen het uit. We willen eigenlijk zoveel mogelijk diepgang geven, dat niet puur en alleen risk is, zou ik maar zeggen. Dus ook veel meer politieke intriges en rangordes binnen de sociale lagen van de spelers die er spelen. En ook heel erg veel natuurlijk de gameplay. En de laatste component daarvan is de cross-platform. Daar zijn we heel erg mee bezig ook. We zijn heel erg nu ook mee bezig om te proberen de tablets en zo, om daar de performance en de speelbaarheid zo goed mogelijk te krijgen. En dan, dat is er wel even zoet mee. Bedankt Jeroen voor deze hartelijke ontvangst en dit inkijkje in Isotex. Isotex. Ja, maar niet uit. Isotex klinkt een beetje van die handschoenen van de HEMA. Ik heb ook al buitenlanders gehoord, die noemen het Isotex. Dus, ja. Maar het is Isotex. Het is Isotex. Ja. Oké. Okay. Jij ook. Dankjewel voor het kijken naar Isotex.